Na het goede resultaat tussen PSV Zwolle vacht Vitesse aanstaande zondag opnieuw een zware klus. De Arnhemmers zullen dan in de uitwedstrijd tegen hun Gelderse rivaal NEC de goede vorm van de laatste wedstrijden nodig hebben om de positie op de ranglijst te kunnen handhaven. De Nijmegenaren zullen in de altijd belaten derby alles uit de kast halen om Vitesse op een nederlaag te trakteren. RTV Arnhem was vanmorgen bij de training op Papendal aanwezig om vast te leggen hoe Vitesse zich voorbereidt op de clash van aanstaande zondag. Piet, zoals verwacht afgelopen week geplaatst voor de volgende ronde. Maar het ging niet van een leien dakje. Ja, maar ja, soms gaan wedstrijden niet van een leien dakje, man. Alle respect, we zijn weer door. En hoe we het doen, doen we het. Het is soms ook niet heel belangrijk hoe we het gedaan hebben. Het is gewoon belangrijk dat we weer in de roken zaten en dat is gebeurd. Dat is punt, hè? En dat soort wedstrijden kan je het nooit goed doen, denk ik. Nee, maar het is tegen amateurs gelaten. Ja, eigenlijk allemaal in ons nadeel. Maar we hebben gewoon professioneel uitgespeeld en we zijn gewoon lekker naar de volgende ronde. Maar nou, de focus op zondag, denk ik. Dat wordt iets bijzonders weer. Nee, maar dat zag je ook afgelopen woensdag. Je zag na 60 minuten, gaven we ook gas terug. En dan zag je ook gewoon dat we onze krachten wilden sparen voor die wedstrijd. En iedereen weet hoe belangrijk die wedstrijd is voor de supporters. Maar ook voor onszelf, om een stap weer voor richting de top te houden. En ik denk dat wij daar heel professioneel en gefocust mee omgaan. Dus ik neem aan dat die wedstrijd wel bij jullie leeft, maar niet per se meer dan een andere competitiewedstrijd. Nee, kijk, natuurlijk is het een derby. Een derby brengt altijd andere gevoelens met zich mee. Het zijn wedstrijden op zich en we weten gewoon waar het om draait. We willen natuurlijk die wedstrijd heel graag winnen voor de supporters. Maar nogmaals, er worden 3 punten verdiend en dan kunnen we in elke wedstrijd verdienen. Maar nogmaals, we willen wel die wedstrijd winnen voor de supporters en voor onszelf ook natuurlijk. En die wedstrijd leeft die meer bij jullie? Hebben jullie het daarover onderling? Tuurlijk, we vertellen de jongens wel hoe belangrijk die is voor de mensen die voor Vitesse zijn. En kijk, wij willen gewoon nogmaals elke wedstrijd winnen. Maar deze wedstrijd zou mooi zijn als we die ook winnend kunnen afsluiten. Jij als geboren Nijmegenaar, word je er nog wel eens op aangesproken? Ja, daar hoor ik al niet meer, heel eerlijk gezegd. Tuurlijk, ik word overal eigenlijk in Nijmegen waar ik loop. Mensen die een voetbalhart hebben voor NEC, word ik daar natuurlijk negatief op aangesproken. Of met een lolletje. Maar meestal is het negatief. Maar dat doet me eigenlijk weinig. Maar neem niet weg dat als jullie zondag een goed resultaat halen door 3 punten weg te halen en woensdag bij ADO een goed resultaat boeken, dan sta je gewoon helemaal bovenin. Nou, maar kijk, we moeten niet ver vooruit lopen. Eerst maar een zondag en dan wordt het een hartstikke een zware dobber. En dat weten we. En dan kunnen we maar eens kijken naar volgende woensdag. Nou, maar je maakt mij niet wijs dat jullie daar niet mee bezig zijn. Nee, we zijn weer bezig om die wedstrijd winnend af te sluiten. En we zijn niet bezig met de volgende wedstrijd. Meneer Bos, u heeft afgelopen week, zoals verwacht, overwinning behaald bij RVVH. Er zijn toch altijd wedstrijden die wat moeizaam gaan. Hoe kijkt u daarop terug? Nou, we zaten gisteravond in de koker. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En we hebben die wedstrijd daar gewonnen zonder dat we blessures hebben opgelopen. Dus ik ben daar tevreden over. Als topclub in Nederland doe je het eigenlijk nooit goed tegen zulke ploegen, volgens mij. Nou ja, dat maken jullie er altijd van. Ik was zeer tevreden. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ik heb ook gelezen, u was op geen enkel moment bang toen met 1-0 achterkwamen van, jongens, dat wordt lastig vandaag. Nee, we kennen natuurlijk allemaal uit het verleden wel die horrorscenario's. Dat een profclub achterkomt tegen die amateurs en dat ze er alles aan doen en uiteindelijk niet meer scoren. Maar we hadden al zoveel kansen wel gehad die eerste helft, zonder dat we zelfs goed speelden. Dus dan zat ik wel rustig op de bank. Nu aanstaande zondag, de eerste van de clashes tussen Arnhem en Nijmegen. Hoe kijkt u daar naar uit, naar die wedstrijd? Ja, zoals ik ook naar de andere wedstrijden uitkijk. Wedstrijden spelen is leuk en is fijn. En ik hoop dat we daar 3 punten gaan halen. Ja, want er zijn toch wel andere sentimenten die mee gaan spelen in dat soort wedstrijden. Ja, niet voor mij. Voor u niet? Nee, ik ben gewoon trainer en ik wil graag 3 punten halen. Nou, heeft u vroeger zelf ook voor Vitesse gespeeld? Heeft u zelf ook wel eens die derbies gespeeld tegen NEC? Ja, ik kon me dat niet meer herinneren, maar mensen hadden dat voor me opgezocht. Ik schijn hem 2 keer gespeeld te hebben, ja. Je hebt kennelijk toch niet zo'n indruk gemaakt als dat het tegenwoordig gaat tussen die twee. Nee, maar dat is waar. Wij speelden in die tijd in de eerste divisie, dus dat was natuurlijk al een andere entourage. Maar dat klopt. Het is tegenwoordig wordt het meer opgeklopt dan in die tijd. Ja. U bereidt zich ook niet op een speciale manier voor op die wedstrijd? Nou, we bereiden ons op de manier voor zoals we tot nu toe dat gedaan hebben. Want ik vind dat je juist niet andere dingen moet doen. Daar zie ik geen enkele reden toe. Begrijp ik. Voor wat de selectie betreft, er zijn geen verrassingen te verwachten? Nee hoor, iedereen is beschikbaar.
En ik zag tot mijn grote plezier dat Atsu vanmorgen ook meetrainde. Die zit nog niet bij de selectie. Dat weet ik niet, want dat ga ik morgen pas bekijken. Ik heb er nu nog geen idee van. Gaat u morgen bekendmaken. Dan wens ik u veel succes zondag. Dank u wel.